Nou, daar houdt u wel van. En zeker natuurlijk op een gezellige bedrijfsborrel. En op een echt goed feestje hoort natuurlijk tegenwoordig ook een foodtruck. Nou, vandaag kijk ik mee bij de foodtruck Vul Soeps. En François en Patricia hebben al een lekker kopje soep voor mij bereid. Want François, allereerst natuurlijk hartstikke bedankt voor dat lekkere kopje soep. Graag gedaan, uiteraard. Smaakt goed. Zo, drink nog even lekker mijn soep op. En dan ga ik even bij Patricia kijken in de foodtruck of ik er nog even kan helpen. Helemaal goed. Dankjewel. Patricia. Hi. Hi, kan ik jou ergens bij helpen? Nou, graag. Heb ik een schort voor je. Super. Ik ga hem even bij je omdoen. Van waar eigenlijk de keuze voor tomatensoep? Heeft dat met het seizoen te maken? Ja, dat klopt. De tomaten zijn nu op zijn lekkerst. Hetzelfde natuurlijk ook voor de salades. Dat vinden mensen nu het lekkerst om te eten met dit weer. En straks in de winter krijg je weer lekker pompoensoep en echte soep en stoofvlees en stampotten. Dus we gaan lekker met de seizoenen mee. Staan er nog andere dingen op het menu? Nou, we hebben vandaag nog de pasta pesto salade en heerlijke gehaktballen uit eigen keuken volgens oma's recept. Nou, dat klinkt goed. Is het ook mogelijk om een foodtruck te hebben op je verjaardag? Of, Dat kan inderdaad. Privéfeesten worden ook gedaan. Dus verjaardagen, bruiloften, partijen. Oké. Nou, aan de slag dan maar. Gaan we doen. Volgende week zijn we er weer met alles op het gebied van ons. Nou, daar houdt u wel van. En zeker natuurlijk op een gezellige bedrijfsborrel. En op een echt goed feestje hoort natuurlijk tegenwoordig ook een foodtruck. Nou, vandaag kijk ik mee bij de foodtruck Vul Soeps. En François en Patricia hebben al een lekker kopje soep voor mij bereid. Want François, allereerst natuurlijk hartstikke bedankt voor dat lekkere kopje soep. Graag gedaan, uiteraard. Smaakt goed. Drink nog even lekker mijn soep op en dan ga ik even bij Patricia kijken in de foodtruck of ik er nog even kan helpen. Helemaal goed. Dankjewel. Patricia. Hi. Hi, kan ik jou ergens bij helpen? Nou, graag. Heb ik een schort voor je. Super. Ik ga hem even bij je omdoen. Van waar eigenlijk de keuze voor tomatensoep? Heeft dat met het seizoen te maken? Ja, dat klopt. De tomaten zijn nu op zijn lekkerst. Hetzelfde natuurlijk ook voor de salades. Dat vinden mensen nu het lekkerst om te eten met dit weer. En straks in de winter krijg je weer lekker pompoensoep en echte soep en stoofvlees en stampotten. Dus we gaan lekker met de seizoenen mee. Staan er nog andere dingen op het menu? Nou, we hebben vandaag nog de pasta pesto salade en heerlijke gehaktballen uit eigen keuken volgens oma's recept. Nou, dat klinkt goed. Is het ook mogelijk om een foodtruck te hebben op je verjaardag? Of, Dat kan inderdaad. Privéfeesten worden ook gedaan. Dus verjaardagen, bruiloften, partijen. Oké. Nou, aan de slag dan maar. Gaan we doen. Volgende week zijn we er weer met alles op het gebied van ons. Van Hopman en Peters over hoe belangrijk het is dat de bodem onder en rondom het huis niet is verontreinigd op het moment dat je wilt gaan bouwen of verbouwen. Vandaag is het dan mijn beurt om mee te kijken. Eerst ben ik benieuwd of ik wel het terrein op mag, want dit ziet er wat ingewikkeld uit. Hey Huub. Hey Nathalie. Mag ik erin? Onder mijn begeleiding mag je erin. We komen straks in het tussaneren gebied. Daar mogen we onder deze kleding mogen we er helemaal niet bij komen. Maar in dit geval mag je erin. Top. Dankjewel. Nou, dan lopen we daar naartoe. Nou, hier zijn we bij de deellocatie waar we feitelijk aan het saneren zijn. Dit betreft een oud bedrijfsterrein waar verontreiniging in de grond zit. En die moet verwijderd worden alvorens je daar vergunning krijgt van de gemeente om erop te mogen bouwen. En dat is eigenlijk maar goed ook, want dan hebben straks de mensen weer een veilige leef- en woonomgeving. Ja, en wat gebeurt er dan eigenlijk met de verontreinigde grond die verwijderd wordt? Nou, het spel daarna is dat de verontreinigde grond die gaat naar een erkende verwerker. Als de grond verwijderd is, dan worden er nog eindmonsters genomen. Daar wordt een heel plan van geschreven, een evaluatierapport. Dat gaat naar de gemeente of naar de provincie. En als dat goedgekeurd wordt, dan is daarmee de locatie vrijgegeven voor woningbouw. Zoals je weet sluiten we altijd af met een tip. Heb je ook dit keer nog een goede tip voor ons? Laat je als toekomstige eigenaar goed informeren over een kavel. Met name bij de gemeente of bij de makelaar of eventueel bij de provincie. Die weten vaak veel van de historie van zo'n kavel. Waardoor je erachter kunt komen of er eventueel sprake is van een bodemverontreiniging. Lijkt me een mooie afsluiter. Dankjewel dat we de afgelopen 2 weken met je mee mochten kijken.